Zometeen wordt Blondie behandeld door Morgan. Zij is van Skomp de Paard bij de dokter, dus haar zeker even volgen. En we zijn bij Horses & Hens, die natuurlijk ook even volgen. Morgen gaat ze naar Patricia van de Raaphorst voor de laatste controle en hopelijk wordt ze dan genezen verklaard en mag ze gaan opbouwen. De vraag is hoe je dat moet gaan opbouwen. Nou, dat is een hele goede vraag. Maar daar hebben we het voor van Horses & Hens. Die gaat met Blondie en natuurlijk het hele team aan de slag. Eigenlijk hoop ik dat ze vandaag ook kan mag blijven. Maar in één keer erop stappen en weer beginnen waar je gebleven was, dat gaat natuurlijk niet. We hopen dat ze hier met Vitafloor en met de aquatraining eerst eventjes aan de slag kan. Dan kunnen de spieren alvast weer opbouwen. En dan kun je daarna erop gaan zitten. Dan is het geheel wat soepeler en heb je minder kans op weer blessures die terugkomen of andere blessures of wat dan ook. Dus dat gaan we straks even bespreken, maar ze gaat in ieder geval eerst even behandeld worden. En ze mag nu even in Harry's box lekker staan om te kijken naar buiten. Inmiddels is Morgan daar, die gaat Blondie bekijken. En dan ga je haar behandelen. Ik ga eerst even kijken hoe ze nu is in stand. Dan kan ik even vergelijken met de laatste keer dat ik haar zag. En dan ga ik haar beweging bekijken. Even navoelen van hoe beweegt alles. Want ik kan je voorstellen dat wat ze heel vaak doen is dat ze gaan compenseren. Toch vaak de hand vaak een beetje vastzetten. Dus dat wil je dan toch ook een beetje helpen dat ze makkelijker uit de compensatie komen. Dat kun je ook weer niet te vroeg doen. Want als ze nog pijn hebben dan, en je probeert de compensatie op te lossen, dan zit je er bij wijze van 2 dagen later weer in. Dus te vroeg heeft geen zin. Maar als je te lang laat wachten en je gaat alweer je trainingsschema opbouwen, ja, dan kan het zijn dat je eigenlijk met een scheve pony begint. Omdat hij nog in dat compensatieprogramma zit. En dat gaat ze eigenlijk niet uit zichzelf uit. Dus dat moet je ze echt eventjes helpen. En het mooie is natuurlijk dat zij straks ook weer in de aquatrainer kan. Dat is ook heel mooi om ze weer mooi recht te maken. Maar dat is eigenlijk wat we nu doen. Dus gewoon heel even kijken, goh, is er na die zure iets gekomen dat ze is gaan compenseren in haar lijf. Dat alvast een beetje tegengaan. En dan als ze morgen goed licht krijgt, dan weer verder op gaan pakken. Volgens mij is iemand jaloers. Ja. Ben je jaloers? Jij ook, hè? Ja, allebei. Oh, wat zijn jullie zielig. Zieligste hondjes van Nederland. Wat ik zo snel zie is, wat ik merk in haar hals, is dat ze links wel ietsjes verhoogde spierspanning heeft. Ik heb haar een jaar geleden gezien, toen voor de eerste keer voor de aquatraining. Dus kon ik eigenlijk wel mooi vergelijken. Toen had ik dat niet. In de hals was ze toen gelijk qua spierspanning. In de rug is ze nu ook links wat hoge spierspanning, maar dat had ze een jaar geleden ook. Dus dat kan ook een beetje dat zij dat sneller heeft, dat ze links wat vastzet. Dus die hals kan wel echt wel komen vanaf links voor de rug. Kan, maar dat kan ook zeg maar dat ze daar gewoon sowieso al sneller links of wat meer vastzet. Wat me verder opviel is, als je kijkt naar de spieromvang, dan lijkt het alsof de triceps hier wat minder spieromvang heeft, als je het vergelijkt met rechts. Maar het is eigenlijk ook een kwestie van dat ze soms heel subtiel wat meer gewicht op rechts voorzet. Want als ik er nu in de gewicht vanaf de schoft een klein beetje meer naar links haal, dan zie je dat die spier eigenlijk, nu is die zoals die rechts is, dus hij is gewoon qua volume is die gewoon oké. Maar als ze zo staat, dan lijkt het alsof die platter is, omdat ze eigenlijk wat meer gewicht op rechts voor heeft. Dus subtiel wil ze wat meer gewicht nog op rechts voor hebben. De vraag is, hè, is dat dan vanuit nog een stukje ongemak of heeft ze zichzelf dat een beetje aangeleerd? Dat kan beide. Zullen we morgen ook wel zien bij Patricia van, hey, kijk, als er nog kreupelheid is, dan kan het zijn dat het nog een stukje ongemak is. Maar als ze in principe zo goed als een rat loopt, dan kan het ook zijn dat het gewoon een beetje aangeleerd is. Hè, dat ze gemerkt heeft van, nou, als ik zo ga staan, dan staat dat fijner. In het bewegen is het verder ook een beetje vergelijkbaar met wat we een jaar geleden zagen. Dat ze achter een beetje de neiging heeft om wat wijdbeens te lopen. En dat ze in de buiging naar links iets minder makkelijk is dan in de buiging naar rechts. Als je gewoon niet op het voltetje loopt. Ja, wat me verder nog opviel is dat ze hier rechts zie je een deukje in de bielspier. Dus eigenlijk een beetje de overgang van de bielspier naar de grote broekspier die hier loopt. En ik kon me niet herinneren dat ze die vorig jaar had. Maar begreep ik dat ze misschien in het land klap had. Maar als je hier ook voelt, dan voel je voelt een deuk en langs die deuk voel je wat harde randen. Dus hier heeft ze eigenlijk gewoon een spierbeschadiging. Maar die is niet recent, ze is er ook niet pijnlijk op, dus die is al wat ouder. En in de beweging zie ik daar ook geen problemen van. Maar soms kan zo'n spierbeschadiging, zeker als die iets meer achterop de broekspieren zit, kan die een mechanische verandering geven in de manier waarop ze bewegen. En wat je dan vaak ziet is dat ze het laatste stukje van het been naar voren plaatsen, dat dan niet mooi vloeiend gaat.
En dat ze hem zo naar voren plaatsen en dan ineens op de grond klappen. En dat kan dan wel eens, omdat de spier dan niet mooi mee kan rekken, omdat het bindweefsel is gewoon stug. En dan zie je dus ook een soort van ja, mechanisch bewegingsprobleem. En dat is niet zozeer een kreupelheid, maar echt een mechanisch iets. Dus als je een spierbeschadiging hebt, dan kun je soms niet in de acute fase, want dan moet ze gewoon rust hebben, maar in de fase daarna wil je dat wel het bindweefsel zo soepel mogelijk is, zodat je zo min mogelijk die mechanische belemmeringen hebt. En hoe doe je dat? Ja, onder andere kun je dat doen met massage, je kunt dat doen met stretching. Dat is een beetje afhankelijk van welke spier het is, welke kant je dan op moet stretchen. Dat is eigenlijk dus dat je het zo soepel mogelijk maakt. Doe je dat bij een fysiotherapeut, osteopaat, chiropractor? Nou, in principe de fysiotherapeut staat eigenlijk deze persoon voor. En sommige chiropractoren en osteopaat zouden het ook kunnen liggen een beetje aan de vooropleiding. Dat verschilt namelijk een beetje in die beroepsgroep. Maar de fysiotherapeuten die zijn er echt voor opgeleid. En wat je met name wil, is dat dus dat weefsel gewoon zo elastisch mogelijk weer wordt. En dat doe je dus met massagetechnieken en stretching. En soms doen ze ook wel eens therapeutische ultrasoongeluidgolven. Maar dat is allemaal niet een acute fase, want dan zou je anders die weefsels nog verder kunnen beschadigen. Maar juist in een later moment. Maar ook niet te laat, want dan wordt het alweer te stug en dan kan je niet zo heel veel meer. Dus voor nu, weet je, we kunnen nog proberen om een klein beetje met stretching, maar ten eerste lijkt ze er mechanisch niet zoveel last van te hebben. En ten tweede denk ik dat het al wat te oud is om er echt nog wat mee te kunnen. Nou, wat ik met name tegenkwam is eigenlijk wat stijfheid in het lendengebied. En dan merkte ik zeg maar naar links dat ze echt wat stijver was. En naar rechts vond ze het ook een beetje ongemakkelijk. Dus als ik hem dan de test wilde doen, dan liep ze elke keer soort van weg voor mijn hand. Dat vond ze echt gewoon wat minder fijn. En daar kwam ze wel mooi los in. Vraag ze ook altijd van waar komt dat door? Is dat nou door compensatie? Dat kan, maar ik denk, wat ik begreep bij haar, is dat ze ook wel een pony zich makkelijk daar vasthoudt. Ik denk dat het ook is gewoon puur het feit dat ze dan minder in training is, minder mobiel is, omdat ze gewoon vooral de galop stuurt. Gang wat die regio wel mooi nieuw houdt. Maar als je dat natuurlijk weghaalt uit de training, ja, dan kan het zijn dat ze daar ook een beetje stijver wordt. Dingetjes die je dan kan doen, daar haal je natuurlijk niet hetzelfde niveau mee als dat je gewoon normaal kan trainen. Maar achterwaarts zal wel iets wat een beetje kan helpen om dat gebied wat losser te maken. En het rechterkant wel is dat je vanaf de wilspier met je navel een beetje een prikkel geeft waardoor ze omhoog komt. En het liefst wat je dan wil is dat je het een beetje gelijkmatig doet, dus dat je hem gelijkmatig laat oprollen, ook vaak mensen. Wat ik heel vaak zie gebeuren is dat mensen bijvoorbeeld dit doen, dat ze één keer, hè, dan zie je dat ze één keer omhoog komt, maar dat is eigenlijk geen bewuste, gecontroleerde aanspanning van die spier, dus een soort van ja, paniekaanspanning. En dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als jij bijvoorbeeld je biceps wil trainen en je doet één keer zo, of je doet hem echt zeg maar mooi gecontroleerd opspannen en mooi gecontroleerd weer ontspannen. En dat is eigenlijk wat je dan een beetje wil, dat je dus gecontroleerd wat we laten opkomen, niet op de grond gaan staan. Dan heel even gas laten houden en dan weer rustig terug laten komen. En je merkt dat ze dit dan ook gewoon moeilijker vindt. Dat wil je dan eigenlijk een paar keer herhalen. Om juist dit gebied ook een klein beetje weer, dat ze die beweging daar weer een beetje wil in gaan maken. Dus dat kwam ik met name tegen. En een klein beetje in de hals, maar dat viel me eigenlijk heel erg mee. Dus ik denk dat die spierspanning die ik vanaf het begin voelde, dat eigenlijk vooral een stukje compensatie was, maar niet zozeer dat ze in de hals zelf klachten had. En zoals ze nu staat, kijk, het kan toeval zijn en het kan na behandeling zijn, maar dan zie je dat ze al wel iets meer gewicht heeft op linksvoor, want je ziet dat deze spier al wel iets meer opbolt. Het zou nog iets mooier, want dit is eigenlijk wat je wil, maar net was die dit. Nu zitten we hier en we willen hierheen. Ze gaat al wel iets meer gewicht weer ook op links voorzetten. Dus ook dat denk ik dat grotendeels een compensatie is. Nog wel even afwachten hoe morgen is bij Patricia. En dan als dat groen licht is, dan rustig weer wat meer gaan doen. Oké, Blondie blijft. Dus dat is heel spannend. En als je dan denkt, wat voor box heeft ze? Dan moet je er zoeken. Daar aan het eind is ze. Check dan. Hoeveel meter is die box? 6 bij 3,5. 6 bij 3,5, nou laten we zeggen 6 bij 4 of zo. Hij is net zo groot als mijn huiskamer en keuken samen. Dus ik denk dat ze wel voldoende ruimte heeft. Ik weet niet of Patrice het goed vindt, want ze kan nu wel heel veel bewegen. Maar hier mag ze dus gaan slapen en dan morgen intake met As.